Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe Indie First Look, zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. Vandaag ben ik het internet opgedoken, of Steam opgedoken en gekeken, een beetje rondgebrouwd tussen de indie games. Aangezien ik ze meestal van een website afhaal, of dat de developers naar mij toe komen, dacht ik, ik ga eens even kijken wat Steam te bieden heeft. En toen kwam ik dit spelletje tegen, Floating Point. En Floating Point leek me een heel vet concept. Simpelweg omdat ik van één bepaald ding heel erg blij word. En dat is een game waar een grappling hook in zit. Ik hou van grappling hooks in games. Het is zo nice om dat te gebruiken. Dit schijnt een soort van surrealistische mindtrip te zijn. Waarbij je punten moet verzamelen door gebruik te maken van je grappling hook. Om door van het ene naar het andere punt te springen. Ik moet red bars collecten. Ik heb geen idee. Even kijken. Left click grapple. Hold on to put yourself in. Right click to release. Lekker simpel. Mouse wheel zoom in en out. Collect the red bars. Keep moving fast to increase their value. Oh, dat is best wel vet. Dat ik sneller moet gaan om hun waarde in punten hoger te maken. We gaan eens kijken hoe ver we kunnen komen. We gaan de tijd starten. Voor de mensen die nog niet weten wat Indieverse Look inhoudt. Ik speel een indie game. Deze game krijgt 10 minuten de tijd om zichzelf te bewijzen. Daarna gaan we kijken wat goed is. Wat beter kan. En dan gaan we het een cijfer geven. En dan noemen we het een prachtige dag. En dan gaan we door met andere shit. En dan gewoon, dat doen we gewoon. Dus ik ga de tijd starten. De 10 minuten gaan nu in. Ik ga op play klikken. En dan gaan we eens eventjes kijken wat deze game te bieden heeft. Ik ben dit rode puntje. Oké, cool. Auw, 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 auw. Oké. Dat ging niet helemaal goed. Oké. Collect the red bars. Oh god. Oh, auw. Ik moet daarheen. Oké. Hey. Oh, maar dat... Die zag ik niet aankomen. Oké. Ik ga even de muziek wat zachter zetten, want ineens gaat de muziek fucking hard. Eén momentje. Zo, kijk. Ik vind het fijn om mezelf ook nog te kunnen verstaan, zeg maar. Oké, reel in. Oké, ga ik hem halen? Yep. Nice. En nu? Waar kan ik heen? Ik zie geen blokjes meer. Zijn dit de enige blokjes die ik kan gebruiken? Zou dat toch veel meer moeten zijn, of niet dan? Er zijn maar 3 blokjes. What the fuck is er mis met deze game? Ik wil meer blokjes. Dit is best wel een lastige kutbesturing, eerlijk gezegd. Ik kan niet echt meer iets. Ik lig bovenop een blokje. Ik kan niks meer. Oh, wacht. Ik kan bewegen. Oh. Hè? Ik snap er echt de ballen niet van. Want ik zie daar wel blokjes op de achtergrond, zeg maar. Maar ik kan daar niet komen. Enter to move to the next level when you're ready. Oh. Er zijn meerdere levels. En opnieuw komt het meer door mijn stupiditeit dat ik het niet haal dan dankzij dat de game kut is. Waarom is de gravity hier reversed? Oh, dat is fucking annoying. De gravity is reversed hier. Auw, auw, auw. Auw, auw. 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 Auw, crap. Oh, crap. Oké, dit is best cool. Dit is best cool. Oké, als het goed is word ik nu in ieder geval door die bar getrokken. Nice. Auw, auw. Echt, de controls in dit spel zijn zo fucking lastig. Oh, wacht. Er is ook een bovenlevel. Dat is nice. Ik heb liever namens gravity die niet reversed is. Ik hou niet van reverse gravity. Ik ben er niet goed in namelijk. Hup. Auw, ik haalde hem net niet. Wee! Auw. Oké. Hup. En... een rondje draaien.
Ik vergeet steeds dat die blokken daadwerkelijk materie zijn waar je niet doorheen kunt, zeg maar. Dat als je van één blok slingert naar een ander blok, dat je er niet zomaar doorheen kunt, maar dat je dus er tegenaan knalt met je touwdinges. Ah! Wat op zich wel echt een fucking vette mechanic is. Ik bedoel, opnieuw, dit is... Ik hou van dit soort platformers. Gewoon, dit is wat indie hoort te zijn. Wij denken out of the box. Wij denken anders dan de mainstream developers. En dat is cool. Vind ik. Uh-oh. Nee. Spider-Man! Oké. Wow, crap. Ik vergeet steeds dat het hier reversed is. Dat is zo vervelend. Oké. Nu kan ik bars halen. Nice! Hoppa! Ah, waarom jou niet? Come on. Werk mee. Nee, andere kant op. Sukkel. Fuck. Nice. Het is ook zo leuk dat je een spoor, zeg maar, achterlaat. Klinkt net een slak. Easy does it. En hup. Oké, ik krijg een beetje de controls onder de knie, zeg maar. Hup. Nah, die was nice. Die was zo fucking nice. Omhoog. Ik moet er overheen. En hup. Wee, nice. Kijk, ik begin een beetje de controles onder de knie te krijgen nu. Oh, deze game is best wel nice als je net zo bekijkt. Oké, nee! Fuck, zo. Haal hem. En hup. Volgens mij heb ik ze allemaal. Nice. Ik heb ze gewoon allemaal. Cool. Oh, dit spel kan echt zo fucking verslavend zijn, hè. Ah! Zo. Eentje. Gaan we nog eventjes wat dingen erboven pakken. Oké, dat ging niet helemaal zoals ik gepland had. Oké, dan niet. Dan gaan we eerst hierboven wat snelheid maken. Hup. En hup. Hup. And away! Oh, echt... Als je echt zo'n goede swing hebt, zeg maar. Dat voelt zo nice. Als dat lukt, zeg maar. Dat voelt zo cool. Snelheid maken. En snelheid. Shit. Come on. Haal de bar. Yeah! Ik snap alleen niet dat die snelheid de punten... Oh, hier zijn je punten. Ik had de punten niet eens gezien. Oh, zie mij dan. Ik zie de punten niet eens. Hup! Had ik niet verwacht dat zo zou lopen, maar oké. En dan deze kant op. En steeds een stukje verder. Niet zo ver. Zo, twee bars. Nice! Kijk of dit lukt. Lukt niet. Fuck! Maar dit wel! Haha, nice! Oké, waar zijn er nog meer bars? Daar moet ik dus heen. Oké, easy does it. And swing from the chandeliers! Ik weet niet waarom, ik moet de hele tijd al aan dat liedje denken. Nou! Dit is lastiger dan dat het lijkt, mensen. Don't judge me. Auw. Wee! Up, and away! Oh shit, auw!
Oh, dit spel is echt zo fucking veel lastiger dan dat het lijkt. En hup. Oh, ga ik dit halen? Nee, ik zit iedere keer in deze twee hier in de war. En hup. Nice. Next level. Oh, ik heb nog één minuut, En dit zijn van die spellen die wil je gewoon blijven spelen. Ze zijn zo fucking rustgevend. Zo nice. Nou. Inzoomen. Ik zie niet wat ik doe. Die was nice. Het is ook echt zo'n typisch spel waarbij je zo soms echt zo'n lucky shot hebt, zeg maar. En dan denk je van, ja, was ingecalculeerd. Was precies wat ik wou doen. Geloof je het zelf. Ah, zoals nu bijvoorbeeld. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Wee! Oh, soms zijn er zulke vette sprongen die je kan maken. Oh, er is daadwerkelijk een muur. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Oh, dit is zo nice. En dit spel is leuker dan dat ik had gedacht dat het zou zijn. Damn it! Hup, twee bars in één keer. Auw. Ah, fuck. Wacht, ik heb 10 minuten al gehaald. Shit! Ik wil langer blijven spelen. Weet je, dit is een leuk spel. Volgens mij is het gratis. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik ben vergeten te checken voordat ik de aflevering begon. Maar volgens mij is het gratis en anders in ieder geval is het niet duur. Het staat op Steam, Floating Point. Je kan het gewoon lekker opzoeken. Ik zal het zeker aanraden. Ik geef dit spel een 7,5. Het heeft unieke controls. Het is leuk. Het is grappling hook gerelateerd. Dus dat is voor mij altijd al een leuk spel naar hart. Ja, er is niet zoveel anders, zeg maar. Er hadden wat leuke kleine variaties in kunnen zitten. Verschillende soorten punten. Bewegende punten waar je naartoe had gemoet. Ze hadden wat meer kunnen doen, zeg maar. Vandaar dat het geen 8 is of geen 9 is. Ze hadden er wat meer mee kunnen doen. Wie weet, misschien iets voor de toekomst. Voor een deel 2. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, het is een lekker rustgevend spel. Floating Point. Ik ga het hierbij laten. Beste gamefans, vonden jullie het een leuke aflevering? Laat dan even een like achter op deze video. Kijk je dit op Stargamers en heb je geen idee van hey, deze gast, waar is die van? Ik ben ook van Cortex Gaming, dat is mijn eigen gamekanaal. De link staat ergens als je dit op Stargamers kijkt, boven of onder het filmpje. Ik weet nog niet precies waar ik het neer ga zetten. Maar dan kan je erop klikken en dan kan je naar het kanaal gaan en dan kan je zien wat ik verder daar doe. Kijk je dit nou op Cortex Gaming en denk je van Stargamers, what the fuck is dat nou? Heel simpel, het is echt de meest vette site voor jouw dagelijkse updates, nieuws, reviews en previews. Het is super vet, het is gewoon een vette site. Gewoon leukste video's, alles komt erop. De link staat daarvan onder in de descriptie op YouTube. Stargamers.nl kan hem ook gewoon bovenin klikken natuurlijk. Maar gewoon gaan checken, dus hou het gewoon gezellig bij. Ik ga het hier belaten, dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!